Hallo iedereen en welkom in opnieuw een nieuwe aflevering van Goed Bezig. Een programma waarin Matthias en ik praten met inspirerende mensen over hun ondernemersparcours. Dat klopt. En zoals elke week is er ook één centrale gast die net is toegekomen hier in het Bierkasteel. Hij staat helemaal klaar voor zijn elevator pitch. Ik ben Zoon, co-founder en CEO van Delivrect. We zijn een scale-up softwarebedrijf die restaurants helpt over de hele wereld met het verkopen van hun online gerechten op platformen zoals Uber Eats, Takeaway, Deliveroo, maar ook hun eigen website. Op 3 jaar tijd zijn we gegroeid tot over 300 mensen en helpen we meer dan 20.000 restaurants wereldwijd. Daarvoor was ik als serial entrepreneur ook oprichter van Bozios of Lightspeed, een van de grootste iPad-kassas in de wereld. Vandaag ben ik uitgenodigd door Jeroen en Matthias. En kijk er echt naar uit om te spreken over start-ups in het programma Goed Bezig. Heren. Hey, dag Song. Hallo. Dag Song, welkom. Dag Jeroen. Zeg, zoals velen die op die stoel al gezeten hebben, ben jij ontzettend jong begonnen. Hè? Dus misschien al voor zou we over Deliveroo beginnen praten. Vertel eens, hoe is jouw ondernemerscarrière eigenlijk gestart? Eerst vooral, ik ben nog altijd jong. Hè. Ik ben 36. Dus correct. Nee, ik ben heel lang gestart op mijn heel jonge leeftijd. Eigenlijk op mijn 16, 17e was ik al eigenlijk aan het werken. Omdat ik kom als een immigrantfamilie naar België gekomen. En mijn vader, zoals zeker Aziatische vader, zeiden van hey, we zijn 17, nu moet je echt wel beginnen werken. Hij had toevallig ook wel een kassasysteem voor Aziatisch en Chinese restaurants. Okay. Dus op heel jonge leeftijd ben ik websites beginnen creëren voor al die restaurants. Dus in mijn excuus, want er lopen nog altijd 500-tal van die lelijke Chinese restaurant website online. Maar die dat jij gemaakt hebt. Ja. Dus dat was een heel succesvol hustle of side business. En zo ben ik in dat wereldje ingerold. Eigenlijk was ook door mijn vader dat ik doe wat ik nu doe, want ik wou zijn business absoluut niet overnemen. Hè. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Dus soms word je gedreven door fear in plaats van opportuniteit. Ja. Dus ben ik software engineering gaan studeren. En in 2010 en 11, toen dat de eerste iPad-systeem uitkwam, zag ik samen met mijn compagnon ook nu, de opportuniteit om een software te maken op iPad. Iedereen verklaarde ons gek, want in godsnaam, u gaat ooit een iPad gebruiken voor gelijk wat. Dus wij lanceerden in 2010-11 de eerste iPad-kassa, een van de eerste in de wereld, een van de eerste 3000 apps. Okay. Achteraf gezien had ik ook een fart-app kunnen maken en veel meer geld verdiend hebben dan een kassa. Maar ja, fucking zalig. We hebben dat toch heel snel kunnen schalen wereldwijd. Heel naïef eigenlijk. Hebben we op korte tijd naar 18 landen geschaald met ons kassasysteem. En in 2014, omdat we nog een tikkeltje sneller worden gaan, zijn we gemerged met een Canadees-Amerikaans bedrijf, Lightspeed. Ja. En hebben we eigenlijk de hele traject van scale-up tot IPO op de Nasdaq meegedaan. Dus, okay. Want het eerste bedrijf was Bozios, hè? Bozios, ja. En dan heb je inderdaad gemerged. Vertel een keer, hoe kom je in contact dan met zo'n Lightspeed en hoe is dat zo'n merge? Ik denk dat je als ondernemer heb je nooit bedoeling om, zeker niet verkopen, dus je bent gewoon aan het schalen. Als je jong bent, ben je heel naïef. Dus we hadden een kantoor opend in Singapore en New York. En het was eigenlijk heel, heel grappig. Iedereen wereldwijd dachten wij, wow, these guys must be massive. Want een van de dingen dat we deden was really fake it till you make it. Uh-huh. Bijvoorbeeld als we in Amerika en Las Vegas een beurs deden. Aangezien we geen geld hadden, hadden we maar één hotelkamer en gingen we met 4 mensen logeren in dat kamer. Maar tussen meer, als er 's avonds een event waren en we kenden mensen of vrienden die toevallig in de buurt waren, zeiden van hier is een Bozios t-shirt, kom mee naar dat event. Dus je had dan in Las Vegas een event waarbij Bozios rondliep met 10 mensen. Oh, ja. En dan had je mensen van Google of Square en die zeiden van how big are you guys? It's Las Vegas. We are only allowed to come with 2 or 3. And you guys are with 10 people. You must be massive. En zo zijn we eigenlijk heel snel growth hacking. Hebben we de naam gemaakt in dat wereldje. En stonden we eigenlijk top op de list van de meest innovatieve bedrijven. Ja. En zo zijn we ook gelanceerd in Las Vegas. En dan komt er een Lightspeed die zegt van oké, I want to buy you guys.
Ik denk dat als je op dat manier groeit, dat je ook heel veel mensen ziet van wauw, die mannen doen iets speciaal. Dat was absoluut niet de bedoeling. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoon van de CFO van Lightspeed. Heel goede vriend geworden tegenwoordig. En die belde mij van John, I know you guys, you are doing well. Do you want to marry us? Ik zei, wow, let's date first. Dus we dated first. Maar ik denk dat ook door die te snappen van goed dat zij hebben kunnen schalen, mm-hmm. en ook in onze traject wat wij ook misten, zowel misschien ervaring als kapitaal, mm-hmm. dat het een perfecte moment was om het product naar de hele wereld te brengen. Ja, want uiteindelijk dan, dat is een traject geweest, maar uiteindelijk heb je dan ook beslist van oké, het stopt wel ergens. Hè. Je bent dan... Te zeggen van oké, het stopt hier en ik ga op zoek naar iets nieuws. Ik denk dat naarmate dan een bedrijf groeit, wordt het ook wel wat, niet corporate, maar het stijgende aantal meetings ook wel. En op een bepaald moment hadden wij zoveel meetings dat ik zelfs niet meer snapte wat ik aan het doen ben. Hè. Alle dagen ben je aan het reizen, overal, die QBR's, doe je meetings, zonder dat je eigenlijk die purpose nog hebt. Dus we dachten van oké, voor ons, wij zijn nog altijd ondernemers. Misschien is het moment om iets anders te doen. Eigenlijk de bedoeling was, zeker omdat Lightpeel naar de beurs ging, om een jaar sabbatical te nemen. Ik dacht, ik ga er tussenuit. Dat is mij maar een week of vier gelukt, want al onze klanten in de wereld zeiden van John, you're not going on holiday. There's a bigger challenge to tackle. Jij moet verder werken. Zeg, Lightspeed maakt een beursgang. Jullie beslissen, oké, dit is een mooi moment voor ons om te stoppen. En dan begint uw sabbatical, zalig. Maar die heeft dus vier weken geduurd. En dan is Deliverect ontstaan. Ja, we waren echt rust pakken, maar we zagen... Eigenlijk, de timing was perfect. En soms moet je gewoon springen wanneer de timing er is. Want toen we vertrokken, zeiden iedereen van... Waarom wacht je niet nog een jaar? Hè? Dus je kunt uitbollen, Lightspeed is een publiek bedrijf. Allemaal leuke dingen. Ja. Maar we zagen eigenlijk de transitie van offline naar online echt gebeuren, ook in de horeca. Waarbij dat restaurants bijna 10, 20... 30% van hun totaal omzet zagen komen van die marketplaces, zoals Uber, Uber Eats, Deliveroo, Takeaway, DoorDash enzovoort. En eigenlijk al die restaurants zeiden van, je moet ons helpen. Want we willen niet zoals in de retail of wat we zagen in de hotelbusiness, dat één grote techbedrijf al onze sales wegpakte. Dus ze zeiden van, kunnen ons helpen met een platform te maken die ons eigenlijk controle teruggeeft. Ja. Dus heel snel zijn we daarmee begonnen. En ja, we hebben COVID niet gekozen, maar we zijn juist op tijd begonnen. Want het duurt ongeveer altijd 6-9 maanden om een product te maken tot MVP. Ja. En dan 3 maanden om het beetje te commercialiseren. En toen zaten we midden in COVID. Dus, ja. Wauw, geweldig. Want heel, heel snel begonnen, maar als je dan zegt inderdaad, ja, je bent op vandaag weer in verschillende landen actief. Het is niet enkel heel snel, zoals het in het eerste verhaal, zijn we weer wereldwijd aan het gaan, hè? Ja, ik denk dat we heel veel zelfde dingen doen. Behalve, we gaan al dubbel zo snel als de eerste keer. Omdat we natuurlijk dingen geleerd hebben. Vandaag de dag is Deliveract met meer dan 300 mensen. Hebben we, moet even tellen, 18 kantoren ondertussen in 40 markten. Dus vorige week zat ik in Toronto. De week daarvoor zat ik in Dubai. Dus we hebben letterlijk overal mensen. Van waar die liefde voor horeca? En altijd in die sector opgegroeid. Hè. Mijn vader heeft altijd in die sector gezeten. En ik vind, het zijn heel toffe mensen. Het is een heel moeilijke industrie. Maar dat zijn ook restaurateurs, zeker de kleine restaurateurs, dat zijn vaak de eerste generatie immigranten. Dat zijn mensen die iets willen maken van hun leven. Hè. Ja. Want je komt naar hier, je kan een dokter zijn, maar als je diploma niet hebt, dan denk je, wat kan je doen? Dan start je een restaurant. En de missie echt van Deliveract is om ook die restaurants te helpen. Hè? Om dus, it helps the society. Want als die niet meer zou bestaan, is de eerste stap naar een nieuw land heel moeilijk. Dus, en voor de rest, we kunnen overal binnen in een sterrenrestaurant. Als we een feestje willen bellen, kunnen we wel iemand bellen voor een zaal te huren of een feestje te geven. Dus een heel toffe sector. We gaan er zo dadelijk even verder over praten. Maar eerst tijd voor iets anders. Onze rubriek was dat. Absoluut. En daarin laten we elke aflevering een vaak gehoorde, maar vaak ook niet begrepen vakterm uit de ondernemerswereld uitleggen door onze huisspecialist Thomas. Klopt. En deze week heeft Thomas het over lead generation. Mag ik vragen, waarom we onder Ju geen leads aan het verzamelen zijn? Groeien die op mijn rug misschien?
sorry, ik ben nogal gestrest. Want zonder leads duurt dat liedje hier niet lang natuurlijk. Het is logisch dat wij als beginnend bedrijf nog niet meteen plat gebombardeerd worden door klanten en aanvragen. Dus is het een kwestie van zelf in actie te schieten, hè? Leads genereren. En ja, volgens mijn goede vriend, die deeltijds barista, deeltijds appontwikkelaar en deeltijds yoga-instructeur is, moeten we dan aan lead gen doen. Lead gen generation. Dat is een typisch fenomeen binnen de digitale marketing en bestaat uit het lokken van leads naar je website met als einddoel diensten of producten te verpatsen. Nu, er hoeft niet per se meteen verpatst te worden om van een lead te spreken. Iemand die zich inschrijft op je nieuwsbrief, een contactformulier invult of gezellig in je bedrijfs-DM's slijt, die beschouwen we eveneens als een lead. Lead generation kan dus op verschillende manieren. Aan jou en je team om creatief om te gaan met de grote waaier aan online tools waar we vandaag de dag allemaal over beschikken. Organiseer eens een online wedstrijdje. Geef eens een gratis whitepaper of download weg in ruil voor een e-mailadres. Zolang er gegevens van potentieel cliënteel wordt verzameld, zitten we goed. Want hoe meer kwalitatieve leads, hoe gemakkelijker je sales team het kan overnemen en ze kan verzilveren tot klanten. Yeah. Oké. Genoeg geluid nu. De jacht op leads is geopend. Lead generation, ik denk glashelder, maar vooral hilarisch weer uitgelegd door onze specialist Thomas. Die doet dat goed, hè? Dat is ongelooflijk. En zeg je hem? Sorry? Wat zei je? Ik zou die willen aannemen. Ja, absoluut. En nu over sales gesproken. Zong, als ik het goed begrepen heb, over Deliverect trekken jullie vandaag 3 miljard sales per jaar. Restaurateurs. Voor jullie restaurateurs. Processen bijna 3 miljard dollar op een jaar tijd. Dus daar zijn we wel trots op. Hè? Ja, bij meer dan 20.000 verschillende restaurateurs. Hè? Ja, als ik het goed begrijp. Absoluut. Wat zijn de plannen voor volgend jaar? We zijn juist begonnen. Ik denk dat... het is grappig. Mensen zeggen altijd... Ja, je bent een bedrijf van 300 mensen. Je bent groot. We are a tiny, tiny company. Als je kijkt naar de wereldschaal, zijn we heel klein. Dus voor ons is blijven ambitie te hebben om... we hebben alle jaren vervijfvoudigd. Verdrievoudigen is het doel nog een keer volgend jaar. We zijn met 300. Ik denk dat we volgend jaar rond de 600, 700 mensen gaan zitten. Ja. En nog veel meer klanten. U bescheidenheid, dat ziet u ongelooflijk. Maar ik vind toch, je hebt al een exponentiële groei ook even al meegemaakt. Als je nu een keer het geheim daarachter mocht zeggen. Als Zong, wat is het geheim achter een exponentiële groei dat jij nu al een paar keer hebt meegemaakt? Als je daar wel wat tips mocht meegeven. Ik denk, dat is een lange conversatie. Maar uiteindelijk... we hebben tijd, hè? Ja. Ik ben opnieuw begonnen omdat mensen zeiden van, heb lucky. It's not lucky. Er is wel bepaalde dingen dat je kan kiezen, zoals een markt. De macht moet er mee zijn. Ja, dus als je voordat je begint aan je bedrijf, moet je goed denken in welke sector zit ik. En eigenlijk gewoon een paar jaar vooruit denken. De meeste mensen denken nooit vooruit. Het is evidentie dat food online ging worden. Maar toen dat wij dat startten, zeiden in 2016, 2017, mensen zeiden van, dat gaat nooit gebeuren. Waarom niet? I don't get it. Dus als je ver genoeg kijkt, kan je zeggen, oké, that's where the market goes. En voor de rest moet je echt je product heel goed maken. En dan, wanneer de timing er is... When the moment is there, you need to scale. En dan moet je echt wel durven door te drukken. Ja? En vaak wat wij doen is ook heel internationaal gaan. Een van de dingen dat wij altijd doen is, we make the product MVP. En we zorgen eigenlijk, voordat we eigenlijk zelfs een deftig product hebben, zorgen we voor bestaande, betalende klanten. Ja. Ja? Dus een van je tips is inderdaad, je hoeft niet door te developen tot het perfecte product. Probeer, ga gewoon de markt op. En starten met een freemium model? Nee. We starten altijd met een paid model. Ah, wel paid model. Wel paid model. Maar ik denk wat je kan doen is, mensen vragen, waarom moet ik vragen? Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel dat ze betalen. Als dat 10 euro is per maand, 20 euro. Je moet ze doen betalen, want anders is er geen value. Ja. Ja? En wat je kan doen is heel eenvoudig. Als starter, wat is moeilijk, hè? Je hebt lead gen, is van, ja, niemand gelooft u. Want ja, you don't have a customer. Dus je initiële klanten zeggen van, kijk, je betaalt maar 10, 20, 30 euro per maand. Maar je bent wel mijn reference customer. Dus dat wil zeggen, ik ga video's draaien, ik ga u op mijn website zetten en hij gaat overal spreken hoe geweldig dat is. Dat is eigenlijk, ja. En dat zorgt ervoor dat je de volgende klanten hebt. Dus early adopters binnenhalen, om dan heel snel de volgende de lading van nieuwe klanten te hebben. Ja. Is dat ook hoe dat jullie dat effectief hebben aangepakt? Inderdaad, zorgen dat je eerst die reference klanten hebt? Ik zou je zeggen, de eerste klant, dat was in Spanje, Goico Grill. We hadden geen product. We zeiden van, kijk, ik ga dat mappen voor u, dat die orders automatisch inkomen. We gebruiken een Excel-sheet. Zij hebben hun menu aan ons. Wij pakken de online menu en we zeiden van, product 1 is product 2 in hun systeem. En we deden het allemaal manueel.
En zo hadden we wel 100 locaties. En iedereen zei van, wow, you're a big company, it's not. Wij wouden eigenlijk die reactie al een stukje uitlokken. Ja. Dus ik ga je even onderbreken en we gaan direct overgaan naar de grid. Okay. Waar dat een paar woorden in staan. En ik denk, als ik een woord voor jou mag kiezen, denk ik, gaat die internationalisering zijn. Dus ik ga je niet laten kiezen, ik ga je horen het woord internationalisering geven dat op de grid staat. Oh. En je gelooft het of niet, maar de term daarachter is... Als iets in België marcheert, marcheert het overal. Zet je ermee akkoord of niet mee akkoord? Dus ga gewoon doen. Ja, okay. Dat was niet voorbereid, maar... Nee, eigenlijk ben ik daar niet zo akkoord mee, want de adoptieratio in België voor nieuwe producten is altijd veel trager dan in de US of zelfs in de Midden-Oosten, zelfs in de UK en alle andere landen. Want je moet weten, als een groot bedrijf iets nieuws lanceert, of dat dat Google en Facebook is, Belgium will be one of the last country they ever launch. Dus veel te klein, veel te complex. Dus eigenlijk moet denken, het is veel te complex voor die jongens. Dus wat wil dat zeggen, is dat je eigenlijk heel snel klanten moet zoeken, early adopters in de andere regio's. Ja? In België krijg je altijd gratis. Want als je groot bent overal anders, you just get Belgium for free. Van waar komt dan dat idee dat mensen zeggen, als het hier marcheert, marcheert het overal? Omdat het al overal marcheert, in uw stelling dan? Het is wel waar, als je hier werkt en de complexiteit heb je opgelost, dan kan je waarschijnlijk in andere landen schalen. Maar dat is juist de verkeerde gedachte. Hè? Want waarom wil je het goed doen werken in België? Omdat je een perfecte product wil maken. Maar als je een perfecte product wil maken, ben je hopeloos te laat. Mm-hmm. Ja, dus omdat je denkt van, ja, het werkt nog niet in Brussel, het werkt nog niet in Wallonië, ja, het werkt zelfs niet in West-Vlaanderen, want het is, die zijn toch wel anders. Dus die ingesteldheid moet anders. Dan zeggen van, kijk, I have an MVP. Waar kan ik in Londen, in New York, in San Francisco, in andere capitals van de wereld, klanten zoeken die mijn systemen gaan gebruiken? Ja? Want daar ga je veel meer feedback krijgen. En ook, dat zorgt ervoor dat je op internationaal niveau bekeken wordt. Ja? You can be the biggest in Belgium, but nobody cares. Ja? Maar als je de grootste bent in Londen, enkel in Londen, then you're a massive company. We gaan er zo dadelijk verder over babbelen, maar we gaan er eerst een andere gast bij halen. Alright, jullie weten het ondertussen al wel, maar naast onze centrale gast nodigen we ook elke week een tweede gast uit. Doorgaans iemand met al wat meer kilometers op zijn ondernemersteller. En dat is ook voor deze aflevering niet anders. Hier de grote baas van deze brouwerij en dus al enkele weken onze gastheer Xavier van Honsebroek. Welkom Xavier. Ik zou zeggen, meestal zeg ik tegen de gasten die hier staan, welkom in ons bierkasteel, want het is welkom in uw bierkasteel. Hè. Dank u Matthias, ja, inderdaad. Super. Ja, eerst, en leuk van jullie te hebben hier. Wat ik heel tof vind, is dat ons programma is gemaakt voor jonge ondernemers. Hè. We willen jonge ondernemers gaan inspireren. Is dat iets dat je vandaag als CEO van deze brouwerij ook mee bezig bent? Hè? Jong ondernemerschap of jonge mensen gaan stimuleren? Ik geloof in jonge mensen. We horen nogal dikwijls van de oudere generatie. Ja, en de jongere gasten die zijn niet meer like dat wij waren. En het is niet zoals vroeger. Ja, dat klopt, hè, want de wereld evolueert enzovoort. Ja. Maar ik geloof wel... Ik ga niet zijn bij iedereen, bij allen, maar bij velen toch onder hen. Die drang om toch iets te willen bereiken, om iets te willen betekenen. En je moet die ook de kans geven, dat vind ik. En dat tracht ik hier ook te doen. En in de laatste jaren zie ik toch de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers, gelukkig, die daalt. Ja, oké. Okay. Hey, en ik vind het plezant van, het houdt u zelf ook jong. Voilà, ja. Hey, ze triggeren u. Ze weten veel meer dan dat ik soms weet. Het over ERP gaat, zonnepanelen investeren enzovoort, dan eis ik natuurlijk altijd, ja, toon mij dan een keer op papier, ja, breng dan een keer, gaat dat opbrengen, of het gaat toch niet veel kosten, of hier en daar. En dan zie je dan wel die inzet ervan. En dat vind ik zo leuk. Dat is, het daagt mij zelfs uit, ja. En het houdt mij jong. Oké. Okay. Zeg, de mensen zien hier meestal enkel het café hier, maar het is een hele brouwerij. Ziet hier, wat wordt er allemaal geproduceerd? Wat gebeurt er hier allemaal in het bierkasteel? Dus alle bieren van de brouwerij, onder onze merken, die worden hier geproduceerd, verpakt, ook uitgeleverd, de wereld rond, bij manier van spreken. Daarnet hadden we het over internationalisering en je zei daarnet ook, we gaan de wereld rond met ons bier. Vertel een keer, export, hoe belangrijk is dat vandaag voor een brouwerij? Heel belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. België, zeker op... We zitten natuurlijk een beetje verschillend met wat Zong daarnet vertelde. Zong zit meer in de... wij zitten in de maakindustrie, hij zit meer in de service wereld enzovoort. Maar
Ja, België blijft de bakermat van Belgisch bier, mm-hmm. Uiteraard. Het is zodanig sterk ook dat er vraag is van internationaal, van buitenland, om dat Belgisch bier te importeren. En uiteraard, ja, als we willen blijven groeien, en dat willen wij uiteraard, dan moeten we ook die stap zetten naar het buitenland en maken dat wij daar ons marktaandeel kunnen verkrijgen, houden in het buitenland. Ik stel voor dat we even terug aan de zetels gaan en jou even in contact brengen met zongen. Met veel plezier. All right. Dank u. Xavier, welkom in Goed Bezig. Laat ons er onmiddellijk induiken. Er is al veel gezegd en geschreven geweest over familiebedrijven. Hè, en het al dan niet overnemen of het verder zetten of het runnen daarvan. Was dat voor jou een evidente keuze? Ja, het was een evidentie. Want, het was iets waar ik mij goed in voelde. Nu, van in het begin was dat niet zo evident om een sterk persoon als mijn vader, hè, die toch een icoon was binnen de brouwerswereld, ik ga het zo zeggen, speciaal bierbrouwerswereld, om die te gaan opvolgen. Mm-hmm. Nu, en dat ging ook met mijn horten en stoten, bij manier van spreken. Dat was dikwijls een keer ruzie onder ons. En op een bepaald moment zei het, als het niet aanstaat, moet maar op een andere gaan. Nu, achter de derde keer dat zei, ben ik ook vertrokken. Er zijn ontzettend veel familiebedrijven die een beetje op zoek zijn naar opvolging. Dat is niet evident. Hè. Het wordt vaak vanuitgegaan, de volgende generatie neemt het over. Maar ja, dat is niet altijd een cadeau dat eigenlijk de volgende generatie krijgt. Hè. Is dat iets waar jullie mee akkoord kunnen gaan? Ja, ik ga er volledig mee akkoord. Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. Voor ons hoeft niet, moet niet iets. Wij willen enkel dat ze gelukkig zijn en dat ze kunnen doen wat zij willen en verlangen van te doen. We hebben een dochter die nu start is bij Deloitte. Ik hoop dat ze minstens 3-4 jaar blijft. En als zij na 3-4 jaar zegt van, papa, ik vind dat hier tof, ik wil hierin doorgroeien en ik wil hier verder blijven. Oké, so be it. Wil ze zeggen, bij 4 jaar, ik zou toch graag naar het bedrijf komen. Dat kan een perfecte of een goede CFO worden. Hè? Ja, anderzijds, ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het start altijd van, mijn vader zei, ik wou nooit zijn business overnemen. Ik zei, shit. En dan zei het, als jij beter kunt, doe het dan zelf. En dat doe je dan ook. En soms ga je wel zien dat als je opgroeit, ga je het niet te ver zoeken. Het is goed om een keer andere ervaring op te kweken en dan terug te komen naar het bakenmat. En whatever it is now, 10 keer groter te maken. Omdat ze andere inzichten hebben gehad. Dus dat kan ook. Die drang heb je altijd, denk ik, om je te bewijzen. Om je te bewijzen van, ik ga toch een keer beter proberen minstens even goed te doen of beter of verder te brengen. Toen ik vertelde aan mijn vader, wij zijn hier actief sinds 2016. We zijn de eerste brouwerij in België, ik denk de laatste 100 jaar, die 100% gedelocaliseerd hebben. Mm-hmm. De meeste, we weten dat brouwerijen historisch gegroeid zijn binnen een dorpskern of in Engel Münster, 10.000 inwoners, waren er 4 brouwerijen. Goed, op een duur was er nog 1. Maar de meeste die gebleven zijn, die zijn ook gegroeid. Die zijn blijven groeien. Maar in een stadskern kunnen die niet blijven groeien. Zeker niet like dat wij dat doen. Dus dan moet je een beslissing aannemen. Ofwel ga ik gedeeltelijk gaan delocaliseren. Het zijn er ook die het verkocht hebben. Gedeeltelijk delocaliseren. Bijvoorbeeld, we gaan al de productie hier doen. Maar we gaan de distributie, verpakking, whatever, op een andere site doen. Dat zou ik niet zetten. Want dan zit je met 2 verschillende sites. Ik heb gezegd van, nee, ik ga iets zoeken waar ik alles op 1 locatie kan doen. Als je 2016 zit hier. Was dat de juiste beslissing? Nee, het was de beste beslissing. Oké, heren. Ik stel voor dat we naar de publieksvraag gaan. Volgens mij zat er daar iemand met een vraag. Hallo, ik ben Thomas. En ik heb eigenlijk een vraag vooral naar Zong toe. Je had het daarnet over investeerders. En jullie hebben ook al een aantal investeringsrondes doorstaan. En ik vroeg me eigenlijk vooral af hoe dat jullie omgaan met de druk van die investeerders die jullie dan natuurlijk een stukje equity hebben gegeven. Ja, Zong, ik denk, de vraag is duidelijk. Een geigende investeerder in je nek, kunnen daarmee omgaan of... Ik heb daar eigenlijk niet zoveel problemen mee. We hebben tot nu toe $90 miljoen opgehaald op een heel korte tijd. Maar meestal hebben we ook natuurlijk heel veel interesse. Dus het duurt mij 2-3 weken om een grote kapitaalronde te doen. Dat is heel uniek, denk ik. Er is natuurlijk ook wel verwachting. Hè? Als je investeerder aan boord neemt, die verwachten een return. Hè? En zeker in de VC-world verwachten ze eigenlijk een heel grote return. Ja? Minstens 5x, als het niet 10x is, op een bepaalde tijd.
Dus als je dat weet, dan moet je daar ook je planning daarvoor opmaken. Daarom dat wij ook zowel groots denken. Hè. Je kan dat niet doen op een kleine regio om dat te waarmaken. Maar een goede truc is eigenlijk, die investeerders hebben geen idee waar dat ze over aan het spreken zijn. Vaak maken ze een thesis, vinden ze het bedrijf wel leuk, kijken ze naar de multiple van de markt en zeggen van oké, that's a good company, ze doen wel research. Maar die zijn niet operationeel, die hebben vaak niet de ervaring van je sector. Dus een van de dingen die ik altijd doe is, als zij voorstellen om een bepaalde piste te volgen, dan zeg ik letterlijk, oké, if you really think that's the good way, I'll do it. You know? Denk je dat A of B is? En ga je zien, als je eigenlijk voor die vraag stelt, dat ze altijd zichzelf beginnen twijfelen. En dan gaan ze, na half uur zeggen ze, actually we don't know, you just decide. Ja, ja. Ja? En dat is de beste manier om zo'n problemen op te lossen. If you don't know, I'll decide for you. Xavier, jullie geen externe investeerders volgens mij, maar misschien ook wel als het gaat over druk, stress, die zou je ongetwijfeld ook al wel ervaren hebben. Hoe ga jij daarmee om? Stress? Ja, goed. Zelfs bij de uitbraak van de pandemie. Hè, dus alle horeca wordt gesloten enzovoort. Dat is toch een behoorlijk stuk van onze markt, hè, waar we naartoe gaan. Daar bestaat geen handboek voor. Het is niet van, oké, ik heb dat nooit gestudeerd, ik heb dat nooit geleerd. Ik wil niet een boek gaan halen in de bibliotheek. Dat bestaat niet. Dus je moet daar... En ook tegenover uw mensen, ja. die management, ja. die zet kapitein aan boord. Hè. Dus, moet en dan moet je cool blijven, dan moet je rustig blijven en zeggen van, oké, natuurlijk zeg je van, nu gaan we dit en dit en dit doen, dat en dit gaan we niet meer doen. In periodes van twijfel, moeilijkheden, probleem, dan moet de creativiteit naar boven komen. Dat is niet direct beslist, dat is rustig blijven. Als overlook, de goede overlook doen en die creativiteit naar boven laten. En als je goede mensen hebt, dan komt die creativiteit naar boven om die tegenslagen misschien in een positieve twist te kunnen draaien. Zong, is dat ook jouw advies dat je zou geven? Absoluut. En er is eigenlijk een heel mooi Chinese woord over weishen. Dat betekent gevaar. Maar dat bestaat uit twee delen. Crisis en opportuniteit. Dus in elke crisis is er een manier om te doen. Ik wil nog op één ding inpikken. Ik vind het geweldig goed dat zij dingen plannen. En zeker grote bedrijven doen dat. Maar het is verpand hoe start-ups niet genoeg plannen. Ja? Nobody plans to fail, but a lot don't plan. They fail to plan. Dus het is heel belangrijk om die planning te maken en eigenlijk een beetje vooruit te kijken en te anticiperen. Ja? En als je dat doet, kunnen heel succesvol zijn. Dus je zegt dat startups op vandaag te weinig aan het plannen zijn om eigenlijk crisis misschien om de opportuniteit uit te halen? Heel vaak gaan naar een start-up, er zitten een paar, en dan die zeggen van ja, we gaan geld ophalen. Ja, en ik zeg, hoeveel maanden geld heb je nog? 3 maanden. Ik zeg, in welke wereld ga je een geld ophalen als je maar 3 maanden runway hebt? Dus, dat is stressvol, hè? Dat is stressvol. Ja. En eerlijk, ik heb dat ook de eerste keer meegemaakt. We hadden wel gepland, maar je bent naïef en denkt, ah ja, de bank gaat onze geld wel storten en 2 maanden later dan nog niet gestort. En dan zitten daar met 40.000 euro op de bank, waarbij dat je weet, einde van de maand moet je 60.000 euro lonen betalen. Ja. Dus dat zijn wel lessons learned. Dus als je dat anticipeert en zorgt dat je een buffer hebt, kan je tegen een stootje. Dus goed plannen, dat is een duidelijke tip. Okido. En Pruisland, ik dank je wel om dit hier ook mede mogelijk te maken voor ons. Heel veel plezier. Goed, we zitten helemaal aan het einde van deze aflevering van Goed Bezig. Opnieuw een dikke merci aan ons publiek en uiteraard aan onze twee gasten van vandaag, Zong Wensu en Xavier van Honsenbroek. En u weet het, we sluiten straks nog af met onze informatieve starterstip. Volgende week zijn we er trouwens opnieuw en met 2 nieuwe gasten. En zijn jullie benieuwd naar wie die gasten zijn? Volg dan zeker onze socials op Instagram of LinkedIn via goedbezig.tv. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao. Ben je nog aan het studeren, maar kriebelt het om te ondernemen? Wacht niet langer om van je droom realiteit te maken en ga aan de slag onder het voordelig statuut van student zelfstandige. Er hangen wel enkele voorwaarden aan vast. Je bent minstens 18 en hoogstens 25 jaar en je volgt een volwaardige opleiding bij een erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week. Normaal betaal je als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdrage. Maar als student zelfstandige betaal je minder of zelfs helemaal niet afhankelijk van je inkomsten. Zolang je globaal netto belastbaar inkomen niet te hoog ligt, betaal je ook geen belastingen en blijf je ten laste van je ouders. Jouw sociale zekerheid en bescherming blijft op die manier in orde via je ouders. Let op, als de inkomsten plots hoger zijn, kan dit zeker nog veranderen.